Ja, ik heb hem graag. En dus las ik ook met veel plezier een lang zomerinterview met hem. Waarin hij beloofde volledig transparant te zijn. In het kader van de volledige openheid, en dat was ook nodig dit jaar, en alle schandalen die we gehad hebben. Publifin, alle rare clubjes waar iedereen in zat en uit de kas graaide, had het land echt dringend behoefte aan een volledig transparante minister-president. En hij gaf een interview en hij zei, kijk, zegt hij, iedereen mag dat weten. Ik ga er niet flauw over doen, ik heb een tamelijke topfunctie. Vlaams minister-president, nou ja, inderdaad. En dus mag iedereen weten wat ik verdien. En hij zei, in alle openheid, ik verdien als Vlaams minister-president 250.000 euro. Ik viel daar niet van achterover. Wij worden allemaal geacht om bij het noemen van zo'n bedrag altijd te roepen, schande! Ik heb dat niet. Ik vond dat nogal meevallen, eerlijk gezegd. Ik bedoel, ter vergelijking, je weet niet wat Philip Goebbels wat dat hier verdient, man. Dat zit daar een stuk boven, hè? Per avond. Dus ik vond dat goed dat hij dat zei. 250.000 euro verdiende hij. Ik had het als volledige ADHD'er en halve autist, had ik het alleen iets moeilijk met de afgerondheid van dat getal. Ik hou niet van zo'n afgeronde getal. Daar heb ik het moeilijk mee. En in zijn geval had ik zoiets van 250.000 euro per jaar. Dat kun je niet delen door 12. Hoeveel is dat dan per maand? Ja, dat vond ik verdacht. Nee, dat vond ik echt verdacht. Dan begin ik al te rekenen, weet niet. En bovendien was ik niet de enige, want 2 dagen later stond in een stuk in de Tijd, dat is die krant die niemand leest, die wel heel goed is. Toen stond daarin, hij was nog iets vergeten. Hij was namelijk vergeten dat hij al x aantal jaren een pensioen heeft. En ik dacht, een pensioen? Ik bedoel, hij mag dan wel zo oud worden als hij eruit ziet, maar zo oud is hij toch nog niet? Ja, dan had hij nog een pensioen, omdat hij ooit lang geleden, half jaren 90, was hij ooit schepen geweest in de metropool Isegem. Ja, en daar kreeg je een klein pensioen, dat was 900 euro per maand. Was hij vergeten, al die jaren lang. Dus het werd er niet bijgeteld. Waarop hij overigens, dat vond ik geweldig goed hoe hij daarop reageerde. Hij zei, ja, dat weet ik wel, van dat pensioen. En ik wou dat eigenlijk nog vertellen, want ik volledig transparant. Maar goed, als de Belgische wetten zodanig zijn dat ik het mag verzwijgen, dan verzwijg ik het wel. Ja, maar wou je zeggen, stond jij niet voor die verandering? De kracht van verandering. Je ging toch volledig open zijn? Ja, maar pas vanaf het moment dat het echt moet. Hallo? Dat vind ik niet tof.